Er is geen dekje in de auto, lieve schat. Dus die kan je even gaan halen. Wat ga je doen? Ja, ik ga op Verona rijden. Oh, je gaat op Verona rijden. En waarom? Omdat ik een keer op Bella gaan rijden en ik ook wil rijden. Nou, heel goed. Dus jij gaat zadelen? Ja. Nee, ik ga eerst heel lang poetsen. Oké, ga jij maar lang poetsen. Nou, het heeft even geduurd, maar ze zit erop. Ze gaat vandaag ook een sprongetje maken. Dus we gaan het allemaal meemaken. Lekker even losrijden. Lekker warm worden. Nou, ze gaat het eerste kruisje doen vanuit de raf. Met Verona kan je niet hoog gaan springen als Tess erop zit, want dan wordt ze te enthousiast. Maar als je het heel laag doet, dan doet ze het heel braaf. Nog maar een keer, Tess. Doe nog maar een keer. Zolang je laag blijft, dan is mijn Veronische wel aan de hand. Stap ze er wel overheen, voor het idee, zeg maar. Pas als ze moeite moet gaan doen, dan wordt ze heet en dan heeft ze er zin in en dan vliegt ze eroverheen. Zo. Probeer maar een keer galop. Zie je? Dan is het braafste paard van stal. Rustig, een beetje tegenhouden. Geeft niet. Rustig blijven. Naar rechts. Goed, zo keurig. Over die zwarte, rustig blijven. Goed kijken. Goed zo, geef niet. Dan rustig de hoek om en dan nog over het kruisje. Rustig blijven. Goed gedaan, Tess. Mama en ik zijn vandaag bezig shoppen. Yay. Ja, dat is waar. Ik heb nu trouwe laarzen en gewone laarzen. En dat koelzame laarzen is. Daar zit glitterband op en daar kan je dan... Ik heb nu heel veel glittertjes. Maar daar kan je bijvoorbeeld ook andere glittertjes opzetten. Of een ander printje. En dat is super cool. Ik heb ook gevulde appels gemaakt. Kijk, hier is er eentje. Daarin zit banaan, stroop en de appelrest van ja, wat ik uitgehold heb, zit erin. En dat is echt, ik hoop dat ze paard het leuk vindt, nou het lekker vinden. Ik denk dat ze het lekker vindt. Dat denk ik ook. Ja. Er zit een ploekhuis bij. Oh, dat is mijn. Ik heb ook paardenkoekjes gemaakt. Ik zal even de mooiste pakken hier tussen zit. Tadaa! Nou, alleen op de foto zagen ze heel anders uit, maar ja. Je kent het. Je kijkt naar een recept, je kijkt naar die foto en dan maak je het zelf. En dan... Ik hoop dat het net zo mooi is, want ze horen bruiner te zijn. Maar anders branden ze aan. Dat de paarden dat maar lekker vinden. Ja. En ik vond het ook lekker, de koekjes. Alleen de appel eruit gehaald. En ons Kimmetje gaat vandaag naar Griekenland. Oh ja. Dus die zien we de hele week helaas niet. Maar dat overleven we misschien wel of niet. Maar Kim zal het wel eens naar de zin hebben. Ja. En Verona doet het heel erg goed in haar buitenbox. Ze heeft niet meer gehoest. Ze staat er nu 2 weken. Dus ik ben erg onder de indruk. En aankomende woensdag ga ik ook nog iets heel leuks doen. Naar Rebecca. Oké, we beginnen met appel nummer 1. Zet maar neer. En ik ben benieuwd, want hij is gevuld. Ja, oké.
Ja, of je laat hem gewoon lekker vallen. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb ook hoekjes gemaakt. Heb ik ook uitgelegd. Ja. En die kreeg Bel ook. Maar zo krijgen Henja en Verona ook. Oké. Okay. Bel, waar zijn de koekjes? Volgens mij zijn ze op. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Oké, okay, ik doe hem nu alvast aan. Nee. Kijk, dit had ik al... Ja. Dat had ik al verwacht. Ze gaat... Ja, oké. Okay. Ja, ben je aan. Ja. Ja? Nee, ik kan hem niet eens op dat ding leggen. Nou, hij zit in de mond. Meer weten we niet. Dan is het een Ja, nu is hij op. Nee. Okay. We gaan naar het volgende. Ja, oké. Okay. Koekje. Ik heb hier een koekje. Oké. Okay. Ik vind het lekker, anders gaat ze niet doen. Oké, okay, nou, kijk dit. Nee. Oké, okay, deze keer ga ik proberen. Oké, okay, hier. Dan. Nou, en die is ook op. Dit was niet de bedoeling, ja. Het was de bedoeling dat je er langzaam over ging doen. Ja, even gaan ruiken en daarna is ze net zo lang. Ja, oké. Okay. Wow. Weet je wat? We gaan bij Verona proberen. Hopelijk gaat het daar beter. Nou, Verona natuurlijk nog. De ton is een beetje nat. Niet van Henja, want Henja altijd in één keer op. Oh, kijk. Wat voor... Soppen. Ja. Oké, okay, die was ook haps liggen weg. Oké, okay, dan gaan we nog even de... Oh, je hebt de koekjes al. Oh. Koekjes. Ja, en die zijn natuurlijk ook gewoon weg. Ja, zo zijn paarden. Dat is weten. Waarom? Ja. Het is echt heel warm. Wat doe je nou aan het doen? Is het niet ja, lekker? Je wel. Ja. Ja, ik snap het. Zo zien mijn handen. Dus. Is het een goed koekje paard? Nee. Ja, ja, zo goed. Blijkbaar wel. Vandaag heb ik wedstrijd en ik ga Bel uit de wei halen, maar Verona en Henja staan er ook. Dacht ik, het was wel leuk als ik ze allemaal een koekje geef. Ik heb nog over van gisteren, dus... Hij schat. Nou, die twee mogen op de wei blijven. Bel nog mee, kom maar. Nee, wacht maar. Ja, ik vind jou ook lief. Ga maar, Tess. Nee, jullie mogen hier blijven. Zo, tijd om los te rijden. Bel was een beetje fripsjes, maar nu gaat het gelukkig wel weer. Dus we gaan beginnen. Succes, meis. A, X, C, binnenkomen, arbeid, rand, C, linkerhand. A, X, C, binnenkomen, arbeid, rand, C, op de linkerhand. E, B, grote volgen. De volgende.
Als Tessa wiebelt, dan ligt het aan het ding van Christine. Aan het balancebord. Nou, ik vind het zelf heel goed gaan. De eerste proef vond ik beter gaan dan de tweede. En de tweede sprong ze eerst goed aan in de goede galop, maar daarna wisselden ze weer omdat ze, omdat ik teugels los liet. Dat was wel jammer. Vrijstrijd, ik kom zo. Nou, wat zeggen ze allemaal, Tess? 6, 5, 5, 5, 5, 6. Nee, dat hoef ik niet te weten, maar... 4? Voor een glop, denk ik, of niet? Ja. Precies. 10. Hoeveel puntjes heb je, meis? 183,80. Vrede? Kom maar, stap! Dinsdag vandaag. Ik ga Verona even longeren. Dat heeft te maken met het feit dat ik een lasagne wil maken. Kom maar! Nee, nee. Dat ik een lasagne wil maken. Daar heb ik eigenlijk gewoon nooit tijd voor. Dus ik dacht, vandaag ga ik gewoon Verona even longeren. En dan is dat ook prima voor haar. Dus toch de beweging. Maar ben ik toch wat minder tijd kwijt. En kan ik lasagne maken. Soms, hè? Tess gaat wel rijden. Die gaat zo meteen een rondje buiten omdoen. Dus dan loop ik nog even mee. Maar al met al ben ik dan toch minder kwijt. Minder tijd kwijt dan dat ik er zelf op ga zitten. Dus ik ga nu mijn aandacht naar Verona toebrengen. Nou, wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik kom eigenlijk zo de wedstrijd in. Ik heb een voorbeeld geklopt en ik had het een beetje omhoog gedaan, want het is wel een beetje een unicorn lijkt. Maar toen ik met een hele korte malen gekomen van hier, heb ik een hele strakke, ja, hoe heet dat nou, hekslecht gemaakt. Kim noemt de menslecht. Alleen hier is het een beetje misgegaan. En hier heb ik nog een klein knotje gemaakt van de overige haren en... heb ik hier nog bij je staart slecht gemaakt. Daar zijn ze. Lekker buiten, ritje. Lekker buiten om. Knap stel is het ook, hè. Ja, Tess is steeds zo ver weg dat ik er niet kan filmen. We zien niet zoveel. Maar goed, we zijn op de terugweg. En ze hebben lekker gereden. Ik heb vandaag een studiedag. Yay! Ik heb net lekker met Alice gelopen. Ik wist al dat het koud zou worden, dus ik heb mijn thermolaarsjes aan. Zometeen wordt het wel warm, maar op dit moment is het een beetje frippetje. Ja, want 's middags gaan we naar het strand. Nou, 19 uur. Ah ja, wat middags. Half 's middags. Nou, daar gaan we bellen. Dus in de loop van de ochtend. In de loop van de ochtend. Nu gaan we de paarden op land zetten. Niet met je vingers aan de ramen. En ik ga na het strand ga ik mijn bel dressuur doen. En dan ga ik met hem in de springles. En ik ook. Nou ja, niet meteen, ja, maar met Verona. Ja, ik denk dat Henja dan een beetje moe is. Maar ik heb er echt heel veel zin in. Vorige keer dat ik met Henja heb gesprongen. Waarschijnlijk heb je dit al gezien op Kim's video. Het was echt super. Nou ja, we gaan het allemaal zien, Tessje. Ja. Ja. Spannend? Ja, best wel. Ik heb er echt heel veel zin in. Het was goed. Ja. Wij zijn lekker naar het strand toe geweest. En we zijn nu op de Maleisië. Het is wel een tijdje later. Ik ben even bij de trailer. Ik ga mijn blok pakken. We hebben vandaag al verteld dat ik op Henja aan de springles ga. Dus Bel heeft vandaag even lekker vrij. Nou, ik ga vrij stageer met te doen. En denk ik nog even zonder zadel erop. Dus dat. En ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb ons blok gepakt. Daarop kan Bella hopelijk staan. Ze kan het al bijna. Maar, ze kan het al bijna. Maar alsnog, we gaan het proberen. Ik denk dat ik eerst even mijn bel ga tutten. Ik ga denk ik een hengstenvlecht maken.
Want dat lukt de laatste tijd erg goed. Nou, de laatste keer. Want kijk, ik heb hem vanmorgen al uitgehaald toen ze naar de wei ging. Ze heeft hier een kleine knotje nog. Maar ja. Hallo pony. Ze gaan we even nieuw maken. En ik denk dat ik even een borst overheen ga halen. Want voor oktober is het nog best wel warm. Dus het is een beetje zweterige stal. Nou ja. Maar dat maakt niet uit. Want dan kunnen we gewoon lekker poetsen. Daarvoor zijn poetsen toch? Om je pony schoon te maken. Dus laten we morgen lekker gaan poetsen. Wel rankt. Poetsen. Kan dat ook in de stal? Ik heb eten. En eten is fijn. Dus als ik eten heb, dan gaat het een stukje fijner. Tada, mijn eten, daar is buiten. Ik wil eten, ik wil niet naar buiten. Eten is mijn schatje, buiten niet. Ik heb net lekker de paarden in de peddel gezet. We zijn nu alweer aan het uithalen. Ik ga nu Verona uithalen, want Henja ga ik zo... Weet je nou? Rijden. Ja, die ga ik zo rijden. En dus dat. Dus ik ga nu Verona eruit halen. Wacht even hoor. Henja doe ik als laatste, want daar ga ik natuurlijk ook mee rijden. Dus dat. Zo. Oh, Henja staat klaar. Maar ik ga Verona even halen. En jij hem gewoon door. Oké, okay, daar reageert ze dus niet op. Verona. Kom. Oké, we moeten nu nog iets verzinnen waardoor Henja niet gaat ontsnappen. Opzij, Henja. Oké, zo. Ik ga even deze open doen. Ik leg heel even de camera weg. Oké. Het is gelukt. Vraag niet hoe. Ik ga Roontje nu lekker terugzetten in de box. Waar is ze? Oh, daar is ze. Kom, Patty. En ja. Zo. Ga ik zo Henja poetsen. En zadelen. Ja, en ik voel me eigenlijk een klein beetje schuldig. Dat ik het leuk vind om met Henja dadelijk te gaan springen. En dat ik niet meer bel ga springen en ook niet meer ga rijden. En dat is even voor mij een lastig momentje. Maar ik denk dat jullie dat af en toe ook wel hebben. Maar ik vind het in ieder geval lastig. Ik vind het niet lastig. Ja, dat is juist fijn. Maar ja. En zo heb ik het dus ook af en toe bij Verona. Want dat ik zo vaak op Bel rijd. En dan wel minder vaak op Verona. Maar ja, het leven in elkaar. Dan wil ik natuurlijk ook gewoon op Verona rijden. En daar is ook blij mee. Oké. Nu gaat het gebeuren. Ik ga je Henja pakken. Henja, kom. Ja, en dat is heel veel lopen. Dan gaan we weer hoor. Lopen. En daar zijn je pas. Dus dat moet nog even lopen. Grappig weet je, in dit paddock hebben we Verona als eerste gezet van alle paddocken. We wisten nog niet echt, ja, wat een paddock was of waar het was. Er stond al een tekening op het bord. Alleen, wij wisten niet echt wat het betekende.
Dus wij hadden er in 3 opgeschreven, maar uiteindelijk hadden we er in 4 gedaan. Tess is een beetje zenuwachtig, hè? Ja. Niet een beetje. Tess is heel zenuwachtig. En nu komt Fabienne, die komt haar redden. Hij lag op het dressuurzadel. Kim heeft namelijk 3 singles. En die lijken allemaal op elkaar. Dus ik heb dan zoiets van, neem er maar 1. Kijk maar wat leuk is. Maar Fabienne, die weet dat soort dingen. Dus dat scheelt. Wij niet. Het moment is daar. Ze zit erop. En ze vindt het niet leuk, want ze wordt aangesingeld. Maar dat moet eventjes, anders ligt Tessa straks naast. Zo. Braaf. Oh, zijn we klaar? Nou, succes Tessa. Dankjewel. Heb je nog woorden? Voor onze kijker? Goed zo. Ja, dat ik niet doodga. Nou, veel plezier. Wat zei jij, Va? Dat ik niet doodga. Nee, dat zal toch niet. Heb je nog een laatste wens? Wil je zeggen? Heb je nog een laatste wens? Nee, natuurlijk niet. Je gaat toch gewoon leuk springen? Ja. Ja. Hey, Shane. Dus eerst dat galopperen doe je op een bolte om diegene in. Okay, een mooie laatste galopperen in die wending. En nu ga je iets tegenhouden. Hou je onderbeentje eraan. Mooi in het midden. Uitstekend. Nog 1 keer zo. Dat was goed, hè? Okay, goed. Je hebt zeker wel iets meer dat je iets bij je zit, of niet? Op je, nee, je zit zeker nu iets wijder als op je eigen pony. Nou, Kim, ze zit erop. Ze zat er lang van tevoren op. En jij is een uur gepoetst. Stil zitten. Goed, dat was iets. Want ze had heel veel zin in. Hij sprong eigenlijk iets te vroeg. Ingrid, mooi in het midden blijven van je sprong. Laat hem reageren op je been. Iets tegenhouden. Zo, dit is goed. Even stappen. Ja! En mooi die wending afrijden, hè? Dat je weer mooi eigenlijk alvast klaarmaakt voor je volgende sprong. Oké, okay. En hij mag niet harder dan je nu rijdt. We kijken naar je hindernis. Hou je beentje eraan. Dit is goed. Hoe je dat? Dat is kut te maken daar. En nou ga je iets tegenhouden. Hou het tegen. Uitsteken. Goed hoor. Even stappen. Uitstekend. Oké, even hier komen. Even belonen. Had je al gedaan volgens mij. Het laatste stuk was perfect van Lea. Het eerste stuk. Ik denk dat je bij die, even kijken, was bij die of die sprong. Die sprong die iets, maakte die een pasje erbij. Ja. En weet je hoe dat komt? Nee, ik hou er niet genoeg tegen. Klopt. Maar ik heb allemaal spanning en dan moet ik altijd tegenhouden. Dat gaat zo hard. Maar dat ga jij uiteindelijk leren. Je kan niet alles in 1 keer goed doen, maar ik vind dat je er al goed op wegrijdt. En ik denk dat je het zelf ook wel leuk vindt. En een beetje spannend.